Hoi, ik ben Niels van Telecom Hunter en vandaag een nieuwe video over de Rove-serie van Polly. De Rove-serie is ontworpen voor omgevingen waar hygiëne cruciaal is. In het kunststof van de handset is namelijk het antibacteriële Microban verwerkt. Dit zorgt ervoor dat bacteriën minder grip hebben op het toestel. Bovendien is deze handset ook nog eens stof- en waterdicht. Dat zorgt ervoor dat je deze handset dus altijd makkelijk kunt reinigen. Ideaal dus voor bijvoorbeeld zorg of horeca. Met de Rove-serie van Polly kies jij voor duurzaamheid. Zo zijn deze handsets valbestendig tot 2 meter. Bovendien kun je eenvoudig opschalen tot maximaal 1000 handsets in combinatie met de bijbehorende base stations en de repeater. Zo kies jij dus voor een systeem dat meegroeit met je organisatie en waar je dus jarenlang plezier van hebt. De Rove 30 en de Rove 40 lijken qua specificaties erg veel op elkaar. De belangrijkste verschillen zijn dat de Rove 40 beschikt over een alarmknop, trillfunctie en Bluetooth voor een draadloze headset. Je kunt overigens op beide Rove handsets wel een bedraden headset aansluiten. De verbinding tussen de handset en het basisstation wordt gemaakt middels het draadloze DECT-protocol. Omdat DECT is geoptimaliseerd voor spraak, geniet jij dus altijd van een kraakhelder gesprek. Het signaal wordt in het basisstation gecodeerd en door jouw internettelefonieaanbieder doorgestuurd naar de ontvanger. Zo geniet je dus altijd van het beste van DECT en internettelefonie. Wil je nou meer weten over deze Rove-serie van Polly? Bel me dan gerust op, dan vertel ik je er graag meer over. En graag tot de volgende keer.